Hallo allemaal, we gaan vandaag moederdag smoothies maken. Het is bijna moederdag en dan moeten we toch wat leuks doen. Ik bedoel, of er wordt wat leuks voor je gedaan, maar het is ook altijd leuk om het die dag zelf al te doen. En wat gaan we doen? Ik dacht gewoon iets lekker makkelijks, wat je er zo uit, maar wat wel gewoon heel erg lekker smaakt. Nou, ik maak normaal gesproken altijd groene smoothies, omdat je dan lekker heerlijk bij het ontbijt al wat spinazie of wat boerenkool naar binnen krijgt, zonder dat je het proeft en het is echt super gezond. Maar vandaag voor moederdag dacht ik, ga het even wat anders doen. We gaan een lekkere roze smoothie maken met aardbeidjes. In de blender uiteraard. Blender is mijn beste vriend. Lekker makkelijk. Alles gaat er gewoon in. Want een smoothie is dus eigenlijk een maaltijd die je gewoon lekker kunt drinken. Want een sapje, een groentesapje, wat ik ook iedere ochtend doe, dat is echt een sapje. Daar gaat alleen groente in en dat drink je zo weg. Maar een smoothie is eigenlijk bedoeld, moet je zien, als een vervanger van een maaltijd. Dus er zitten niet alleen de koolhydraten van je groentes in, maar er zitten ook vetten in, er zitten ook eiwitten in. En samen maakt dat een hele gebalanceerde maaltijd, die dus enorm lekker is en die je gewoon lekker kunt drinken. Dus makkelijk voor onderweg, of natuurlijk in dit geval heel leuk op de moederdagtray. Zo op bed. Zet je hem zo neer. Ik heb het idee, een beetje van mijn boek Gezond Feesten. Daar staat hij in. Vandaag ga ik een beetje een variant erop doen, want die had ik al gemaakt. En ik ga me nu wat leuks doen. Je begint met, nou, de ingrediënten. Het spreekt voor zich. Lekkere aardbeidjes. Die zijn nu, zie ik die lekker van de winkel. We doen er wat yoghurt bij. Je begint altijd in de blender met dingen die makkelijk te blenden zijn, zacht zijn, als eerste te doen. Dan doe je daar lekker de aardbeidjes bij. Dan moet je maar klein snijden. Nee, hè? Zo. Ik heb 150 gram yoghurt gepakt. Nou, je kunt in principe kun je iedere yoghurt die je wil gebruiken. Ik heb zelf toevallig schapenyoghurt gebruikt. Maar je kunt natuurlijk ook kokosyoghurt gebruiken. Je kunt gewone yoghurt gebruiken. Precies wat voor yoghurt jij lekker vindt. Omdat het iets beter voor je systeem is, pak ik de schapenyoghurt. Maar nogmaals, je kunt iedere yoghurt gebruiken die je wil. Nou, dan maak ik het om het heel lekker romig te maken en eigenlijk om nog meer goede vetten toe te voegen. Die kunnen we namelijk met z'n allen wel gebruiken. Heb ik lekker een halve eetlepel kokosroom doe ik erbij. Dat geeft het echt dat hele lekkere, zoete, maar ook smeuïge smaakje. De kokosroom is overigens gewoon de dikke crème uit zo'n blikje kokosmelk. Voor de extra bite, eventjes, we gaan die smoothies gewoon heel speciaal maken, heb ik een halve... Eigenlijk is het meer een driekwart. Tussen een half en een driekwart eetlepel amandelpasta in de tray. Dat maakt het net, ik sta een beetje te kliederen hoor, maakt het net gewoon, geeft het een extra bite waarvan je denkt, god, dat proef ik wat lekker eigenlijk. Nou, nu als ik dit nu zou blenden, zou het allemaal vloeibaar worden. Dat is ook lekker, kun je niet lekker drinken. Maar ik vind het altijd lekkerder als het net wat dikker is. Zo'n iets dikkere smoothie. Dan doe je er gewoon een paar ijsklontjes in. Wat ook lekker is, is om bijvoorbeeld wat amandelmelk in je ijsblokjesvorm in de vriezer te doen. En dus met amandelmelk de ijsblokjes te doen. Nou, en that's it. Dit is je moederdagsmoothie. Gewoon in de blender en bij elkaar. En in een mooi glas gieten met een rietje erbij. Hoe makkelijk wil je het hebben? Ik heb al gezegd, ik ben een luie in de keuken. Alles lekker met de blender. Komt ie aan. Ik ga weer even wat lawaai maken. Nou, je ziet het. Zo makkelijk is het. Heerlijke smoothie. Ik had hier alvast een glas klaarstaan. Zo. Nou, hij is wat vloeibaar. Dus je kunt of gewoon meer ijsklontjes toevoegen, of gewoon bevroren aardbeidjes gebruiken. Maar ik vind het eigenlijk niet zo'n probleem. Dus schijf de aardbei op het randje. Net alsof het een soort pina colada is. En voilà. Dit is de moederdagsmoothie. Cheers allemaal.